Ja, en dat riekt hier naar barbecue. Hè. Mijn naam is Jonas, ik ben interieurvormgever en designer. Ik heb mijn eigen meubelmerk, Vonk. Ben ik eigenlijk zeer gelukkig dat ik in de ontwerpwereld kan fungeren en mijn ding kan doen eigenlijk. Als kind ging ik heel veel naar de Ardennen. Vroeger, omdat mijn grootouders daar een huisje hadden aan de rand van de Hoge Venen. Voordien woonden zij in Lokeren en waren het galeristen. En ik denk dat wij daar toch ook een beetje gesensibiliseerd zijn in het knutselen, het maken van dingen. Vrij, ongedwongen eigenlijk, we waren tot niets verplicht. Ze kennen mij allemaal als meubelmaker, als bedenker van oplossingen, esthetisch ook, veel eisend. Ik denk als het met hout te maken heeft, dat is echt iets voor mij. Hè. Ik ben blij dat ik nog al mijn vingers heb als meubelmaker, als houtbewerker. Onze handen zijn heilig. Ik heb juist onlangs iemand leren kennen in Noorwegen, Pieter. En ik zag foto's van zijn atelier met zicht op het water. En daar was ik zo jaloers van. Moest ik alle tijd van de wereld hebben. Ik denk dat ik mij in de natuur zou begeven, maar dan met die atelier ergens in de buurt. In ons atelier schijnt de zon altijd. Het is een never-ending story, dus waarom zou ik er niet stoppen? Ik zou toch blijven dingen maken. Ja.